Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Jams, welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Jamstalk. Zoals je ziet om me heen, we zijn bij de persconferentie aanwezig van Glory Rivals 3. Met in de hoofdpartij onze vriend Ibrahim Albouni versus Mohamed Bali, zo uit mijn hoofd. Maar ook Jay Overmeer moet aantreden en onze grote vriend Tarek Cookie Osaro staat tegenover Abdurrahman Barkoush. Ik ga ze van alles bevragen en nog veel meer. Ik zou zeggen, stay tuned. Ibrahim Albouni. Jams, ik sta hier naast Mr. Cool, Ibrahim Albouni. Goed om jou te zien, broeder. Dankjewel, man. Dankjewel, man. Goed om je te zien. Je heet Mr. Cool, maar als ik jou zo zie, dan straal je ook heel veel rust uit. Is dat ook echt wat je voelt? Ja, precies. Ik hou van mijn rust. Ik kan heel chaotisch zijn, maar ik hou vooral van mijn rust. Ja, man. En is dat ook ervaring? Want ik heb even jouw cv opgezocht. Daar krijg je de hik van. Nee, het is meer waar ik vandaan kom, man. Ik kom met Zagora uit Marokko, dus zijn we rustig. Daar hadden we lekker van een theetje en brood en olijfolie. Daar zijn we lekker blij mee, man. Mooie streek. Is het ook een aanrader voor alle vakantiegangers? Dat is de aanhang van Abdurrahman Barkoush, die vecht. Ja, inderdaad. Hij vecht tegen Tarek Cookie Osaro. Wat vond je van de persconferentie? We komen er net vandaan. Wat zeg je gevoel? Yo, what up, champs? Geef deze video een dikke duim en like it en share it right now. Leuk, goede sfeer, mooie, goede vragen, leuke mensen. Het was top. Ik heb er zin in nu. Dat is nog meer prikkels voor de volgende week. Ja. Jouw tegenstander heet Mohamed Bali. Hij vocht laatst volgens mij tegen Clyde Brunswijk. Die verloor die. Wat weten we nog meer van jouw tegenstander? Het is een rechtsvoorstaande jongen. Daar moet je mee wel een beetje oppassen. Hun zijn het gewend om tegen mensen die linksvoor staan te vechten. En wij dus niet, maar ik ben er voorbereid al voordat ik al tegen hem moest vechten. Ik heb vaker tegen mensen die rechtsvoor staan gevochten en meegetraind. Dus ik ben voor alles voorbereid. Ik ben een professioneel, dus dan moet ik alles kunnen. Links en rechts. Ik ben al een tijdje fan van jou en mensen die mij kennen, die weten dat ook. Ik volg jou zelfs al vanuit jouw One Championship periode, maar er is veel veranderd bij jou. Lijkt alsof je vanaf die fase niet meer weet wat verliezen is. Ik vroeg het je net ook, maar wat is er veranderd in jouw manier van aanpak? Ik heb eigenlijk bijna heel weinig verloren. Ik heb bijna 80 wedstrijden, of misschien wel meer, waarvan ik 7 of 8 heb verloren. Ja. Dus al die wedstrijden die ik heb verloren, zijn een paar terecht, 3 of 4. Maar voor de rest waren ze ook niet terecht die ik heb verloren. En zoals ik zei, ik geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is mijn ding. En als ik win, win ik. Als ik verlies, verlies ik. Hij bepaalt. Hij weet wat er gebeurt. En daar moeten we in geloven. Mooi, man. Mooi om dat te horen van jou. De licht zwaargewicht divisie heeft een Louis Tafarev, een nieuwe kampioen Sergej Maslobojev, als ik zijn naam zo goed uitspreek. Donegi Abena zit ook in die divisie. Tarek Gbebes. En jij zit daar precies tussenin ook. Ik weet dat jij niet over je tegenstander heen wil kijken, maar jij gaat je natuurlijk op een gegeven moment mengen met die top van de divisie. Ja, tuurlijk. Ik zit nu in de top 10. Dus dan zal ik hem wel treffen binnenkort. Maar zoals ik zei, ik ga het echt eerst met deze tegenstander doen. Ik moet hiervan winnen, inshallah. En als ik daar gewoon heel eruit kom en gezond, en als we nog leven, dan gaan we kijken wat de volgende partij wordt. Geniet jij daarvan om in de schaduw te opereren? Hou je ervan of dat alle lichten op je staan of juist niet? Ik ben wel wat gewend. Ik ben wel wat gewend. Ik ben wat rustiger. Ik ben, het kan zijn dat ik een beetje droog ben, maar dat is niet zo. Maar ik ben er voorbereid voor. Ik weet wat er gaat komen. En als het komt, komt het. Als het niet komt, ja, jammer dan, zoals ik zei.
Ja, mooi. Jij traint in Haarlem. Ik ben bijna klaar met je hoor, dan laat ik je gaan. Ik weet, je bent hartstikke druk. Maar jij traint in Haarlem. Wat maakt jullie gym zo speciaal? Gym Haarlem, dat is van Ridwan El Asrouti. Dat is mijn buurman. Ik kom van uit Amsterdam. Ook nog je buurman? Ja, dat is mijn buurman. Ik kom van uit Amsterdam. Ja, hij is ook wel een rustige man. Waarschijnlijk hebben we elkaar gevonden. En vandaar dat het een beetje, ja, het klikt gewoon. Dus Jim Haarlem, de mensen op de gym, die zijn ook heel een goede sfeer. Allemaal relaxed, allemaal naar hunzelf. Ik heb het naar mijn zin op de gym. Al sinds 2003. Training. Jij gaat niet meer weg daar. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is sowieso niet de bedoeling. Nee. Bedankt. De hoofdpartij, een deel van de hoofdpartij staat hier naast me. Hij neemt het op tegen Mohamed Bali. Als je in die camera kijkt, wat zeggen we tegen Mohamed? Hey, succes. Ik zie je volgende week, inshallah. Oes. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas in. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.